Hij begon als journalist in Limburg. Ging in 2006 naar Amsterdam om daar hoofdredacteur te worden van Spits. En werd dat later bij het lokale platform Dichtbij.nl, onder de vlag van de Telegraaf Mediagroep. En werd bij die laatste uiteindelijk ook hoofd business development. Dat gaat heel snel. Samen met Merien ten Houten, de medeoprichter van Nu.nl, richtte hij E52 op. Een onafhankelijk, actueel, journalistiek platform dat dagelijks online te volgen is en eenmaal per week als magazinekrant moet worden thuisbezorgd. E52 is gericht op de moderne Eindhovenaar die interesse heeft in de drijvende krachten van de Brainport-regio. Economie, cultuur en innovatie. Gaat het lukken om dit nieuwe initiatief levensvatbaar te maken? We gaan het horen. Dames en heren, Bart Brouwers. Welkom Bart bij ons aan tafel. Dankjewel. Geen correcties? Nee, was helemaal goed zo gedaan. Nou, ja. Dat is mooi. Nou ja, je hoorde net in het vorige gesprek dat papier min of meer naar het verleden gaat. Geloof je daarin? Ja. Tenminste, als drager van massaproducten zoals we die in het verleden kenden in gidsen, zoals Insta net noemde, en grote dagbladen die voor een massapubliek zijn. Ja, dat gaat weg. Gaat niet meteen, zal nog wel een paar jaar duren. In nicheproducten zal het nou echt wel een plek houden. Eeuwig is heel lang. Maar daar is echt wel ruimte nog. Voor ben jij zelf met E52? Is het E52 of E52? Nee, het is echt E52. Het is een Eindhovens platform. We praten hier af en toe Engels. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik ben heel blij dat wij sinds vorige week ook volledig in het Engels beschikbaar zijn. Dus Nederlands en Engels. Hè. Dus we hebben gewoon tweetalig zijn we. Dat is ook nodig in deze regio, maar onze basistaal blijft Nederlands. Oké, okay, ja. Maar je hebt 1000 medestanders nodig om te kunnen overleven straks. Hè? Dat is in ieder geval de spelregel die je hebt gesteld. Ja. Hoe ver ben je ermee? Nou, daar zijn we nog lang niet. Die 1000 die hebben we gesteld als een doel om eigenlijk tweeledig. Aan de ene kant om aan te kunnen tonen dat we ertoe doen. Dat er in ieder geval belangstelling is voor ons. En aan de andere kant ook om een begin van een verdienmodel te halen. Die 1000 abonnees zouden wij niet kunnen overleven. Er is meer voor nodig. Er zijn advertenties voor nodig, er zijn andere modellen ook voor nodig. Eigenlijk op alle punten die we inzetten zijn we nog lang niet waar we zouden moeten zijn. Die abonnees zitten we nu rond de 150. Dus echt ver nog van die 1000 af. Aan de andere kant zie ik wel op punten waar we dat niet in eerste instantie verwacht hadden, dat we daar beweging ook zien. En dan moet je het meer zoeken in partnerships. Dus daar zijn we nu volop aan het focussen. Of dat gaat lukken, blijft nog steeds de vraag. De drive voor ons is vanuit echt de wil om dat platform neer te zetten. Kies jij niet voor het lokale karakter? Dat betekent ook dat je echt bewust voor de niche kiest. Ja, ja. En eigenlijk dubbel zelfs. Ijs, eigenlijk. Nee, maar eigenlijk dubbel. De niche is niet alleen lokaal, maar ook nog eens een keer qua onderwerp. We richten ons op economie, cultuur, innovatie. Dat zijn de punten die Eindhoven echt nu onderscheidend laten zijn. En daarmee sluiten we ook een hoop buiten. We doen bijvoorbeeld geen ongelukken, incidenten, branden en dat soort werk. Dat doen we niet. Maar je doet ook bijvoorbeeld geen sport en media. Ja, sport is wel een twijfelpunt. Sport, toen PSV kampioen werd, hebben we natuurlijk wel behoorlijk wat aan sport gedaan. Maar we doen geen sportuitslagen. Er zijn anderen veel beter in, dat gaan we ook niet redden. Maar wat we toen bijvoorbeeld hebben gedaan, kijk, er zijn heel makkelijk en goede linken te leggen tussen sport en innovatie. Dus op dat vlak proberen we wel te scoren. Dat lukt. Maar hoe bereik jij jouw niche daar? Want als ik kijk naar Aad Arbo, die kiest de massa eigenlijk. Je zoekt die zo snel mogelijk op, de media. Ja. Hoe kun jij je niche, die eigenlijk verweven is door een stad of een regio, hoe kun jij die bereiken? Nou ja, er is natuurlijk één punt wat net ook al bij de voorgangers aan de orde was geweest. Dat is social media, waarbij je natuurlijk zeer gericht kunt focussen op bepaalde doelgroepen. In tegenstelling tot volgens mij jullie allebei heb ik mijn leven, in ieder geval mijn zakelijke leven, te danken aan social media. Zowel bij eigenlijk is het begonnen bij mijn overstap naar Amsterdam bij Spits.
Ik was de eerste hoofdredacteur in Nederland die zijn redactie verplichtte om te gaan twitteren. Dat heeft nog heel veel rumoer opgeleverd. Eerst natuurlijk op die redactie zelf, want ik vond het allemaal natuurlijk totale onzin. En vervolgens ook nog in, onder andere hoofdredacteur. Ik was toch al een paar jaar omdat ik voor een gratis krant werkte. En dit werd er nog eens een keer veel erger. Maar uiteindelijk bereik je daar mee. Voor ons was het in eerste instantie van belang om te ontdekken wat die wereld ons kon bieden. Want dat was ook mijn reden om het zo verplicht te stellen. Maar daarnaast merk je dat je daarmee echt je doelgroepen veel beter kunt bereiken. Mm-hmm. Door die wisselwerking, die één-op-één werking, dat is nu iets minder effectief dan dit zou dan denk ik volgens mij een stuk agressiever moeten. Hè? Ik snap wel dat het niet is met entertainment voor de doelgroep die je zoekt. Maar nogmaals, kijk, als bedrijf natuurlijk wel. Hè, maar je hebt het over persoonlijk. En ik vind dat wel een heel groot verschil. Kijk, om je producten in je bedrijf of een krant of wat het ook mag zijn, of iets, hè, uiteraard, het is van levensbelang. Dus daar moet je heel erg je best voor doen. Maar wat ik zeg, je moet wel twitteren met een doel. Hè. En als ik zie hoeveel er getwitterd wordt zonder doel. Maar ik denk dat juist, althans in mijn ervaring, is de combinatie tussen het persoonlijke en het zakelijke echt essentieel geweest. Juist door een persoon te zijn in mijn zakelijke netwerk, heb ik kunnen krijgen wat ik nu heb. En dat persoonlijke houdt ook in dat ik af en toe een foto stuur tijdens mijn fietsen en dat soort dingen. Je moet daar ook je grenzen in kennen. Mm-hmm. Natuurlijk, en ook dat heeft altijd zakelijke consequenties weer. Maar juist die combinatie heeft het voor mij wel gedaan. Ja. Internet zo. Even praktisch, want jij bent nog steeds als journalist heel actief. Ja. Je schrijft nog heel weer, veel. Weer eigenlijk. Weer, inderdaad. Maar ben jij uitgever of journalist? Nee, ik ben wel uitgever. Ik ben laten we zeggen, journalistiek ondernemer zou je kunnen zeggen. Ik bedoel, dit is mijn bedrijf dat ik graag tot een succes wil maken. Eigenlijk wil ik ook liever een stap naar de achtergrond doen. Maar ik vind in deze begintijd dat ik echt daar niet alleen bovenop moet zitten, maar ook door juist zelf te schrijven en echt er vol in te zitten, dat stempel kan drukken. Maar ben je dan, dan stel ik eigenlijk dezelfde vraag, ondernemer of ondernemend? Want je hebt natuurlijk ook met Merien ten Houten iemand die, de oprichter van nu.nl, ja. Vrij krachtige ondernemer naast je, is dat klopt. Bewust? Nou ja, we vullen elkaar wel aan. Hij is nadrukkelijk, veel nadrukkelijker dan ik, een internetondernemer. Dus in die zin, als je dat bedoelt, dat klopt. Ik ben dat veel minder. Dit is mijn eerste eigen bedrijf. Ik ben 50 plus, dus laten we zeggen, dat is een ander carrièrepad dan mijn twee tafelgenoten. Maar het voelt wel. Ja, het is wel van mij. Het ligt aan mij of het slaagt of niet slaagt. Ik wil even nog een rondje langs de tafel doen. Even terug naar jouw boek, Aad. 10% van de MKB'ers proberen een poging te doen om in het buitenland zaken te doen of te ondernemen. Ja, zijn succesvol. Hè? Doen of zaken. Zijn succesvol. Ja. Nou, hoe kunnen we het meer gaan stimuleren dat we toch meer over de grens zijn? Zijn we bang? Laat ik het anders zo vragen. Ja, ik denk dat de ondernemers heel bang zijn. Ik doe toevallig de Week van de Ondernemer door Nederland heen. Dat is een behoorlijke tour, moet ik zeggen. Dus heb je congres, iedere congres per sessie honderden mensen. En de laatste keer was in Utrecht en dan vraag ik dus de zaal om even de vinger op te steken hoe ze weten hoe internationaal zaken doen gaat. En waar ze moeten zijn, zeg maar, om informatie te krijgen. Dan gaan er van de 1000 mensen, gaan er misschien 50 vingers de lucht in. En de tweede vraag is, weet er iemand waar je informatie moet halen om handelsmissies te doen? Dan gaat nog de helft de lucht in, soms nul van zo'n zaal. En dan de laatste vraag is eigenlijk, weet er iemand, hè, want daar begin je bij, België ligt naast ons. He, weet er iemand wanneer de eerstvolgende handelsmissie naar België is? En dan gaan er nul vingers en dan begint de hele zaal te lachen. Terwijl je eigenlijk daar zou moeten beginnen. Ja, Duitsland en België zijn natuurlijk hele belangrijke landen om zaken mee te doen. Zeker als je dichtbij wil zitten. Dus daar is grote behoefte aan. Dat en daar stond ook iedereen van te kijken. He, want de ING-bank dacht, dat doen we wel even. RVO, he, economische zaken, dachten, we zijn er veel verder, maar die schrokken daarvan. En daarom zeg ik, dat ligt een hele lange weg. Maar dan moet je dus ook zorgen dat er een handelspunt, één handelspunt komt in Nederland, waar alle ondernemers hun informatie kunnen halen. Wanneer gaat er een handelsmissie naar Vietnam? Komen er bedrijven van Vietnam naar Nederland? Of wat het ook mag zijn.
Maar er zijn nu zoveel verschillende punten, zeg maar, waarvan handelsmissies of zaken vertrekken. Iedere stad doet al iets. Ja, dat is heel warrig. En daar moeten ze heel hard aan werken, Nederland. Ja, want je zegt net, van, we beginnen ook eens te kijken naar België. Maar ik kijk ook naar jou, want je hebt ook in België een poging gedaan om iets daar te krijgen. Dat is niet gelukt. Nou, we hebben uiteindelijk besloten om het weer terug te trekken. Omdat er gewoon nog te veel, zeg maar, onontgonnen werk was in Nederland zelf. En ik geloof wel dat je eerst je product dusdanig goed moet uitkristalliseren in je eigen directe omgeving. Om het vervolgens naar het buitenland te kunnen brengen. Misschien dat Aad daar een heel ander idee over heeft. Nee, ik vind, bij ons is alles wat we starten, Nederland de motor. Ja. En het voorbeeld voor de rest van de wereld. Ja, ja. Nou ja, precies. Dus dat was voor ons nog niet uitgekristalliseerd. Ja. En dat zou nu dus wel kunnen. En dan sowieso voor het ding wat wij doen, geloof ik wel dat je dat met een partij in het buitenland weer moet doen. En jij, Bart? Buitenland? Ja, dat is misschien nog niet, maar Kijk. We krijgen de vraag heel vaak, staan in de picture, heel toevallig deze week, waar we heel trots op zijn, staatssecretaris Dekker, die kwam maandag met zijn mediabrief, die noemde 4 voorbeelden van journalistiek ondernemerschap die de moeite waard waren. Nou, iedereen kent De Correspondent, Blendel, Journalism kent misschien niet iedereen, maar is ook een redelijk goede, en E52 werd daarbij genoemd als 4 voorbeelden van hoe het kan. Ik denk dat dat niet voor niks is. Ik denk ook niet dat toevallig is. Dat laat onverlet dat onze eerste taak nu is om in Eindhoven iets neer te zetten dat werkt, dat slaagt. Daarna gaan we verder kijken. Ik denk zeker dat het mogelijk is, maar alleen als het hier lukt. Korte antwoord nog tot slot voor jou nog. Jules Paradijs weg bij Telegraaf, eerste reactie. Ja, je hebt net hem gewerkt, denk ik. Ja, zeker. Ja, nou, we verschilden enorm van mening als het gaat om hoe zo'n krant gemaakt zou moeten worden. Maar ik heb echt heel veel respect voor de manier waarop hij de Telegraaf als merk heeft neergezet. Want het heeft mij totaal niet verbaasd dat hij is vertrokken, maar wel dat het zo toch relatief geruisloos is gegaan. Ik had, laten we zeggen, veel meer slaande deuren. Dus verrast eigenlijk over de... In die zin wel, ja. Niet dat, maar wel hoe. Mm-hmm. We zijn alweer aan het einde van dit tafelinterview, dus zo snel kan het gaan.